Als het goed is het laatste gedeelte van de late uitzending van 26 juni. Maar we zitten al op 27 juni. Eigenlijk gaan we over een uur of twee alweer beginnen met de vroege uitzending van 27 juni. Hoe laat ben jij thuis, denk je eigenlijk, Johan? Nu? Ik weet niet hoe laat het is. Het is nu bijna 00:30. Nou, 01:30. Dan, nou, ben ik, dat mag ik niet zeggen, maar ik rij heel hard 's avonds. Oh. Maar dan moet je altijd kijken of de politieauto's zijn, want anders ben je rijbewijs kwijt. Hè? Maar ja. als je aan de snelheid houdt, dan ben je niet geconcentreerd, want dan ga je zitten vervelen. Ja. Maar ik heb nu twee keer gehad dat ik van de weg afgegaan ben, gehaald ben door de politie en dan een keer 600 boete. Okay. Je gaat datzelfde end. En ik heb. Je hebt alleen maar ellende van een tv-kop hebben. Hè? Van mensen die roepen vervelende dingen tegen je. Maar ik werd hier net buiten Hilversum van de weg gehaald. Ja? Er reed een vent achter mij. En ik denk, wat rijdt die vent hard? Maar dat was een politieauto. Ja, die dacht hetzelfde bij jou. Dus. Ja, volgen. En naar zo'n benzinestation. Ik denk, ja, dat gaat mijn rijbewijs. Ja. En ik doe dat raampje open. En ik trok mijn meest charmante gezicht. Ja. En die man zei alleen, meneer Derksen, let u beter op uw snelheid. Oké, dat is wel weer aardig natuurlijk. Ja. 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 Nee, want als je, weet je, hebt niet je chauffeur er niet bij, maar als je geen rijbewijs hebt, hoe ga je dat dan doen? Ja, dat is een probleem. Kijk, want ja. Plug die is nou weer aan het optreden. Dat gun ik haar van harte. Want ja. Ja, die bracht ik naar het ziekenhuis. Toen dacht ik, die treedt nooit meer op. Nee. Maar die is nou weer redelijk opgeknapt. Maar ik deed altijd een tukje in de auto. Ja. Maar ja, dat kan ik nou niet doen. Nee. Ik heb het één keer gehad in Den Haag. En ik drink niet, hè, als ik rij. Echt niet. Nee. Maar toen was het 's middags om een uur of twee. Ik denk, nou ja, rozeetje, nog een rozeetje. Jij kent dat, Wim, hè? Nog een rozeetje. Lang geleden, man. En nog een rozeetje, en nog een rozeetje, en nog een rozeetje. En toen was het 4 uur en toen reed ik naar huis. En normaal gebeurt er toch niks. Nee. Dus ik rijd dat daarna en blazen. Tering nog eens aan toe, zeg. Dus ik blaas. Ik zie die vrouw helemaal rood worden toen ze dat zakje... Dus ik denk, ja, dat gaat niet goed. Dus toen moest ik naar twee andere agenten toe. Waarbij ik mijn raam op bedoel. Toen zegt die gozer, hij zegt, ik zou wel twee handen aan het sturen houden. Dadelijk zei hij tegen mij. En toen mocht je weer door. Toen mocht ik door, ja. Ik zou wel twee handen aan het sturen houden, zei hij. Ja, nu zitten er een aantal mensen thuis, die zitten er helemaal op tevreden. Denk, ja, zij wel en wij niet natuurlijk. Nou, kijk, je knijpt er wel. Maar toen ik die 600 boete kreeg, toen zat ik boven de snelheid die je mag rijden. Maar ja. Dan wordt er 5 kilometer afgetrokken, hè? Ja. En toen was ik net, hield ik mijn rijbewijs. Hoe hard rij je dan? Waar moet ik dan denken? Ja, ik reed 160 waar je 100 mag. Oké. Okay. Maar dan is ook niemand op de weg, zeg jij dan op zo'n moment, toch? Ja. Er is haast niemand op de weg en op een rechte snelweg 160 rijden, dat is in principe helemaal geen gevaar. En we krijgen die stikstof, dat is miniem. Dat doen we om die linkse partijen tevreden te stellen. Mogen we niet meer hard rijden. Maar dat is allemaal gelul. Die boeren die zijn de oorzaak van de stikstof, niet ik. Nee. Nou ja, wat Johan Cruijff altijd zei, hoe sneller je rijdt, hoe sneller je van de weg af bent ook. Hè? Dus dan kun je ook niet in de weg rijden. Ja, ja. Ik vrees alleen wel dat er nu een paar controles staan tussen hier en Grollo vanavond. Als ze nog kijken op dit moment. Nee, er zijn 's nachts heel weinig politieauto's op de weg. Echt heel weinig. En je wordt, als ze af en toe in een gewone auto rijden, dan wil je ze nog wel eens over het hoofd zien. Ja. Maar ik heb die witte autootjes met die rode strepen op de achterkant heb ik goed jou in de gaten. In zicht, ja. Oké, dus je zet ze meteen een helm op en dan rij je heel hard weg hier, of niet? Ja, nee, joh, als je iedere dag de pleuris en moet rijden, dan ga je vanzelf hard rijden. Ja, het is 3 kwartier van hier naar Zwolle en dan nog 3 kwartier. Jij rijdt dus echt gewoon 3 kwartier in het pikken. Pikken donker. Ja, straatverlichting hebben we niet in het noorden, nee. Nee. Nou, nee, na Zwolle? Nee, dat is helemaal donker, ja. Is het helemaal donker? Ja, is helemaal donker. Het gaat al 3 minuten over niks. Maar dat gaat het hier altijd. En dan moet je tussen Hogeveen en Assen nog heel goed uitkijken voor herten die oversteken. Ook nog. Even nog, jongen, het is nog 53 seconden. Ja. En, moet en, de toto doen? En niet 's nachts langs de weg pissen, want er zijn ook wolven. Allemaal wel waar. Jij hebt toch een keer langs de weg gepist bij een homofiele parkeerplaats. Ja, ja. En wat gebeurde er toen? Toen hoorde Bingo. Ik een keer, pst. Hey, wat hoorde je? Pst. Ja? Ja. Rennen. Ja, dat was gek, ja. Ja? Ja. 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 Kijk de hele aflevering van de Oranje Zomer op veronicainsight.nl. Weer rots.